Welkom terug, trouwe kijkers en nieuwelingen die mijn YouTube-kanaal gevonden hebben. Ik ben Piet Boeren, detailer van beroep en mijn passie. Vandaag op het programma, laat ik het anders zeggen, de komende dagen op het programma, deze Porsche 718 in Unilak rood. En rood is een van de moeilijkste kleuren om vast te leggen op beeld. Op camera bij jullie lijkt die waarschijnlijk flats rood of een bepaalde kleur rood. Maar deze kleur rood is echt diep rood. Het is echt een mooie kleur rood. Wat ga ik doen de komende dagen? Sowieso het interieur reinigen, het leer schoonmaken en voeden. Ik heb tot nu toe nog geen schadeplekjes gezien om te herstellen, maar daar kom ik straks vanzelf wel tegen. Want het leer glimt ook een beetje. Kunststof schoonmaken, het glimt ook een beetje. Moet ook gematteerd worden. En dan daarna de buitenkant met lakdieptereiniging en een aantal stappen polijsten ontvetten en dan in de polymeercoating. En uiteraard de velgen in spraywax van Xeon. Bandjes uiteraard in de dressing, ramen even de binnenkant, de ramen weer op glans polijsten, niet op schade, maar op glans. En dan ben ik wel weer de komende uurtjes zoet met dit project. Er zit best wel wat lakschade op de hele fijne, heel veel fijne krasjes, met hier en daar een link van. Hier ook bijvoorbeeld, hier loopt een lange, die je op beeld niet ziet, maar dat komt straks. Om die eruit te polijsten. Ik ga beginnen denk ik met een, ik denk een medium. Ik denk dat ik daar een hele uit mijn weg kom. En dan uiteindelijk afbouwen. Dus tot zover. Ik zou zeggen, stay tuned. En zoals bij elk interieur hoort, altijd eerst stofzuigen. Altijd even het eerste vuil eruit halen. En dat kan je het beste doen met stofzuigen. Want op het moment dat je met vloeistoffen aan de gang gaat, loop je het risico of de kans dat er een vuil tussen zit die vlekken gaat geven. Dus altijd zoveel mogelijk vuil eerst eruit stofzuigen. En dan daarna kun je beginnen uiteraard met, in dit geval voor mij, het leer schoonmaken. Een middenconsole schoonmaken, die is ook wat vettig. En zo maak je stap voor stap, bouw je een interieur af. Dus, wat gaan we eerst doen? Zoals wat altijd zegt, slang tussen de benen, zodat hij dus niet... Wat klinkt dat dubbelzinnig? Slang tussen de benen en zorgen dat de stofzuigerslang het plaatwerk niet raakt. Want het is natuurlijk heel makkelijk om dit te gaan doen. Kijk, dan blijf je hangen achter de randen van de carrosserie. Dus altijd zorgen dat je schade voorkomt. Here we go. Dit is een goed voorbeeld hoe er met smeerseltjes gewerkt wordt om het interieur mooi te laten lijken. En dan vervolgens alleen dan smeren als de stoelen naar achteren geklapt zijn. Je ziet exact de scheidingslijn hoe er met de handen de sponsjes of de doeken heeft aangebracht. En het is geen schaduw, het is echt een scheidingslijn van ja, vettige dashboardreinigers of kunststofverzorgers of wat dan ook. Die eigenlijk dit soort ja, vettigheden niet horen af te geven. Kunststof hoort van nature mat te zijn tot een zijdeglans. En niet glimmend zoals dit. Dus je kan exact zien waar... Je kan exact zien waar de scheidingslijn ligt. Ook over de...
nog een keertje. Excuus. Ook over de scheidingslijn hier van de middenconsole. En dan hier het stukje kunststof. Dit is een voorbeeld, een schoolvoorbeeld, hoe het dus niet moet. Zo ook kom ik dat hier tegen bij de middenconsole. Waar je kan zien waar ze gestopt zijn met smeren, omdat de stoel daar stond. Zo jammer en niet nodig. En zo kom ik op meerdere plekken in de auto allemaal van dit soort vettigheden tegen. Goed, aan mij de taak om dat te gaan oplossen. Zo, ik heb even ter illustratie de helft van de stoel gedaan. Dus ik heb het alleen over dit stuk. Dus niet de zijkanten, die kant, alleen dit stuk. En dat heb ik ook zo gedaan met de zitting. En dan heb ik het over gewoon een goede ledenreiniger. Zoals die bijvoorbeeld van Xeon. Echt een topproduct. En ja, je kan zien dat er snel een smeerseltje overgegaan is om het maar te laten glimmen. Omdat het zo mooi staat. Ja, maar mooi wil dat eigenlijk niet zeggen dat het ook goed is. Dus in dit geval, dit soort smeerseltjes werkt alleen maar averechts. Het maakt er een vieze, vettige bende van. Wat niet hoort. Leer hoort mat te zijn tot een lichte zijdeglans. De crème die ik erop ga zetten van Xeon heeft ook een matterend effect. Dus je zal ook nooit het glimmende gedeelte van dit zien. Goed. Tot zover. Om te laten zien dat het niet gelogen is, even dat laatste stukje, even dat stukje laten zien waar ze met de zijkant van de console lekker aan het smeren geweest zijn, behalve het gedeelte achter de stoel. En dat is nu schoon. En de stoel moet zijn zoals die moet zijn. Kijk, dit is aan de de bestuurderskant. Ja, weet je, ik vind het eerlijk gezegd niet kunnen. Dit slaat nergens op. Is dat kritiek? Ja, dat is kritiek en terechte kritiek, want dit slaat echt gewoon nergens op. Gewoon een beetje vettigheid erop zetten om het de boel maar te laten glimmen, zodat we als, zoals wij zijn als exertjes, alles wat glimt is leuk en prachtig, maar wil nog niet zeggen dat het goed is. En dat geldt eigenlijk voor dit soort materialen ook, dit soort klussen ook. Ik heb wel meer van dit soort klussen gehad, waar ik, misschien dat je dat filmpje nog kan herinneren, van de Mazda, of de foto's van die Mazda CX-5. Het was ene oliebende. De stoel heb ik inmiddels al gedaan. Die is zijde glans tot mat. Want hier zit ook nog skydeel in. Het is niet allemaal leer wat erop zit. Vooral de zijkantjes, dat kun je heel goed zien, want het is een vooraf print. Kijk, deze zijkantjes, dat is sky. Geen leer, maar sky. Maakt niet uit. Ik moet alleen nog even kijken. Kijk, ik moet het stuurtje moet ik nog even doen. En ook die is glimmend, vettig, niet zoals het hoort te zijn. Gaan we die even schoonmaken. Zo, eens even kijken. Ik heb de helft van het stuurtje gedaan. Ik denk dat je zelf kan wel bepalen welke kant dat geweest is. Ik zal het stuur even onder meerdere hoeken laten zien. En misschien dat je het aan de buitenkant. Je hebt natuurlijk zoveel lichtreflectie. Kijk, zie je. Nou goed, het is de linkerzijde die ik gedaan heb. Het was even het dichtst bij, het makkelijkste. Maar ja, je ziet het verschil. Zoals het moet zijn en zoals het niet behoort te zijn. Goed, ik ga het stuurtje afmaken, de rest van het interieur en dan zien we straks even terug voor het exterieur. Zo, interieur is klaar, schoon, leer schoongemaakt, ontvet en allemaal andere dat soort zaken wat ik in de voorgaande stukjes heb laten zien. Ik heb het inmiddels ook gevoed, dus het interieur is klaar. Nu ga ik me bezighouden met de buitenkant. En dan pak ik er even een lamp bij. Pak ik de camera even op en dan zal ik je even laten zien wat, hoe licht of hoe zwaar, net hoe je het bekijken wil, de lakschade is.
Dus ik pak even een lamp. Er zitten heel veel fijne waskrasjes zitten erin. Ik zal even de camera pakken. Moment. Zo. Je kan goed zien dat er... Kijk, hier heb ik het over bijvoorbeeld die. Op de punt van de plafondverlichting kun je wat schade zien. En ja, heel veel... Ik hoop dat het een beetje te zien is. Ja, ja, oké, het is te zien. Zie je, allemaal waskrasjes. En die gaan we eruit halen. De lamp even dichterbij zetten. En zo zie je dat ook op de... Naam hier ook. De bumper. Dan lopen we even door naar de voorkant. Kijk, zie je. Te kunnen zien in de lak. Het is allemaal vrij oppervlakkig. Dus het is niet allemaal zwaar en diep. Maar goed, het moet er wel uit. En dan zal je zien dat je daardoor het contrast van de rode kleur, die zo bizar moeilijk vast te leggen is op camera. Ik weet niet wat dat is. Het is al, het is bizar. Het contrast zal hoog worden. Dus hij zal met blote oog, zal die, en misschien ook op camera zelf, wat donkerder, iets donkerder worden. Dus iets meer, ja, iets meer rood. Ik ga eerst beginnen met lakdieptereiniging. Ik heb de wagen wel gewassen al vanochtend, maar er, zit, ja, er hangt vuil op. Dat krijg je met wassen er niet af, uiteraard. Dat ga ik nu afhalen en dan spulletjes voor de rest bij elkaar zoeken voor het meerstaps polijsten. Vind je het nog steeds leuk om te volgen? Dan zou ik zeker zeggen, stay tuned. Zo, kan ik mooi meteen even mijn nieuwe... Valt dit onder de bloepers of onder gewoon... Ja, eigenlijk wel. Het valt een beetje onder bloepers. Goed, een blooper. Ik ga beginnen met medium pad en medium polijst. De premium cut van Xeon. En ik gebruik in eerste instantie alleen nog maar eerst even de rotaries. Dus deze maat, die maat, die maat en die maat. Maar die is excentrisch. En die kan ik ook... rotary, maar dan moet ik hem deze gebruiken op een rotary machine, dit kleintje van 2,5 centimeter. Dus ik ga eerst beginnen met deze groottes van pads over de gehele auto. En als ik dat gedaan heb, dan ga ik door naar excentrisch in dezelfde vormgeving. Dus ja, we gaan aan de slag. Zelfs die is nog te breed. Dan pakken we deze voor dit gedeelte. En die past perfect. Porsche lakken zijn over het algemeen wat harder. Dus
ja, ik heb wel wat meer stappen nodig om de kleine krasjes eruit te krijgen. Dit kant is natuurlijk nog veel erger als dat deze kant is. Maar we gaan de goede kant op. En dat is de kant waar we op willen, toch? Van helder rood naar nog helderder rood. Van een waas over de rode lak naar een schone rode lak. Je ziet, de glans is vele malen verbeterd. Rood is roder en wit is witter. Het eerste rondje rotary polijsten zit erop. We gaan nu door naar excentrisch. We zijn inmiddels nu 4:50 en ik ben net na lunchtijd begonnen. Dus ik ben aardig wat uurtjes bezig geweest al met alleen al rotary. Goed, maar goed, we gaan nu door met excentrisch. Dus weer een aantal uurtjes morgenochtend afmaken. Ik ga nog een uurtje door en dan maak ik het morgen af. Ontvetten, in de coating, polymeercoating zetten. En uiteraard de rest van de andere zaken ook nog even afmaken. Maar dat is voor morgen. We zijn inmiddels aanbeland bij de volgende dag. En ik heb inmiddels ook het excentrisch polijsten afgemaakt. Dus polijstwerk is klaar. Ik ga de rest van de spullen opruimen. En dan ga ik beginnen aan de ruiten. Die ga ik op glans polijsten. Niet op schade, maar op glans. Dus ik ga eerst de ramen even doen. En dan verlieflee ontvetten, in de polymeercoating zetten, velgen, banden. Dus ik heb nog genoeg te doen vandaag. We gaan verder. Ik zal even laten zien de reden waarom ik ramen op glans polijst. Kijk, je ziet nu dat ik hem nat gemaakt heb met een glasreiniger. En op het moment dat ik hem schoonmaak, zie je dus allerlei vlekjes achter zitten. Dat kun je goed zien aan de reflectie van de TL-lampen bovenaan het plafond. En dat kun je ook heel goed zien aan de zijkant hier. Hier zijn allemaal vlekjes, allemaal kalkvlekjes, wasstraatvlekjes, hotwaxvlekken, noem het maar op. Industriële neerslag.
En dat krijg je zelfs met de ruitwisselbladen, zie je hierbovenin. Hier bovenin zelfs zie je de vlekken zitten, opgedroogde kalkspetters en dat soort zaken. En dan krijg je met de ruitwisselbladen er niet vanaf. En een ruitwisselblad zal er alleen maar overheen glijden. En dat beperkt eigenlijk uitstraling, glans en dat soort zaken. Dus dat is er een van de redenen waarom ik het glas op glans polijst. Zometeen het resultaat. En de vlekjes die je nog ziet, zitten aan de binnenkant, want ik moet de binnenkant van de ramen nog schoonmaken. Dit is na het op glanspolijsten van de voorruit, dit gedeelte. Je ziet ook de scheidingslijn tussen ruitwisselblad en gedeelte. Zie je niet meer. Puur omdat ik het vel ervan af gehaald heb door het op glanspolijsten. En uiteraard is de glans op het glaswerk weer fantastisch. Zo, bewijs dat er een beschermlaag op zit. Ik heb heel lichtjes, heel zachtjes met een doekje en een vinger. Tekst erop geschreven, zodat je inderdaad kan zien dat er materiaal op zit. En dit is niet nat, het is echt het rode lak wat eronder zit. Ze hebben een aantal uurtjes kunnen drogen. En uitpoetsen nu. De klus is geklaard. De 718 Cayman is klaar. Unilak rood, met hoogglans zwarte velgen, rode remklauwen en een fantastisch zwart schoon, mat interieur. Ramen op glans gebracht. Lak uiteraard in meerdere stappen gepolijst, zoals je gezien hebt. In de polymeercoating gezet. Bandjes gedaan. Velg in de spraywax gezet. Glaswerk gedaan. Motorruimteranden, kofferbakranden. Kunststof aan de binnenkant. Dat was het weer voor zover. Vond je het leuk om de vlog gevolgd te hebben en gezien te hebben en je kan hem waarderen? Geef dan zeker een duimpje of druk op de button abonneren voor eventueel de volgende video's. En dan zou ik zeggen wederom bedankt voor je belangstelling en tot de volgende keer. Ciao! Oh, en je krijgt natuurlijk uiteraard nog het bekende rondje van de zaak.